Een echte goede acteur is in al zijn rollen, hoe verschillend ook, toch herkenbaar. Wat speel ik, waar speel ik, wanneer speel ik en waarom? In een bijrol heb je vaak de neiging om alles tegelijk te willen spelen, omdat je maar zo weinig kansen en momenten hebt waarop je iets kan laten zien. Toen dacht ik, het zou mooi zijn als zij alles eerst eigenlijk wil aanraken. Dus de eerste kus met Pieter Jelle Stroelstra heb ik eerst de mond van Jeroen Willems, die toen mijn tegenspeler was, eerst zijn mond aangeraakt voordat ik hem kuste. Ik denk nooit, ik ga dat naspelen. Je gaat geen acteurs naspelen. Kijk, soms zegt een regisseur tegen je, je moet dat spelen zoals Brad Pitt in Seven. Dus soms kan het een manier zijn om elkaar te inspireren. Hoe meer kleuren jij kan geven aan dat hele verhaal, hoe voller dat karakter is en hoe beter je spel. Je bepaalt zelf hoe ver je gaat voor een rol. Wacht even, die acteur, die wil ik hebben.